Goedemiddag allemaal, welkom bij het webinar Sturen op de verdeling van schaarse warmte uit Aquatemie. Ik ben Lieke Nooy van STOA en allereerst even wat huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt opgenomen, vragen kunnen gesteld worden in de chat en na de inhoudelijke toelichting door verschillende personen zal ook nog ruimte zijn voor een aantal vragen te stellen die live worden behandeld. Nou, dan inhoudelijk ziet het er als volgt uit. Allereerst zal Ariane de Vries van Rijkswaterstaat een introductie geven. Daarnaast zal een inhoudelijke toelichting zijn op het rapport door Anouska Buijzen van de Universiteit Utrecht. En zullen er nog ervaringen gedeeld worden vanuit de gemeente Utrecht door Els van der Roest. Dan geef ik nu graag het woord over aan Ariane de Vries. Ja, goedemiddag allen. Mijn naam is dus Ariane de Vries. Ik ben werkzaam voor Rijkswaterstaat WVL, de landelijke dienst, bij de afdeling Kennis en Innovatiemanagement. En voor een deel van mijn werkzaamheden coördineer ik de landelijke kennisontwikkeling omtrent aquatermie. En het onderzoek dat de Universiteit Utrecht heeft opgeleverd is een van de resultaten van deze landelijke kennisontwikkeling. De provincie Utrecht is de initiatiefnemer van dit onderzoek. In Utrecht is aquatermie namelijk een van de meest kansrijke bronnen. Maar echter zijn de wateren die er in Utrecht, die ze ter beschikking hebben, niet al te groot. Het betreft met name kanalen. En zowel de provincie als de waterbeheerder voorziet dat door de hoge vraag naar aquatermie-initiatieven er knelpunten slash schaarste zal ontstaan met betrekking tot de verdeling van de warmte die zich in het water bevindt. En daarom willen ze graag weten hoe de eerlijke verdeling van de warmte juridisch in elkaar zit en welke instrumenten daar op dit moment voor beschikbaar zijn. En Rijkswaterstaat en STOA zijn door de provincie gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek en ook hierin de waterbeheerder te vertegenwoordigen. Nou, de provincie Utrecht heeft het Utrecht Center for Water, Oceans and Sustainability Law gevraagd een onderzoek te verrichten naar de verdeling van dus die schaarse warmte uit water. En ik wil nu graag het woord overdragen aan Anouska van de Universiteit Utrecht die het onderzoek heeft geleid. Dankjewel, Ariane. Ja, hij doet het. Geweldig. Dankjewel, Ariane. Inderdaad, Anouska Buijzen van de Universiteit Utrecht. Ik heb dit onderzoek samen uitgevoerd met Astrid Veldkamp, een collega van mij, die momenteel in een soort vervolgonderzoek voor de Brabantse waterschappen aan het kijken is naar aquatermie. Maar dit onderzoek ging heel puur over de verdeling van schaarse warmte uit water, met een beetje de nadruk op oppervlaktewater. En een van de uitgangspunten die wij aannamen, omdat de provincie daarom vroeg bij dat onderzoek, was dat je inderdaad wilt sturen op de verdeling van die schaarse warmte. Dat is geenszins verplicht. Dus dat als vooropmerking. Als de toehoorders denken, nou hier zitten wij helemaal niet op te wachten, dat is geen verplichting. Wat ga ik doen? Ik ga eerst heel kort schetsen hoe de warmtetransitie in theorie vorm krijgt en wat de rol is van met name de gemeente die dat op haar bordje heeft gekregen. En vervolgens ga ik in op de sturingsinstrumenten die de gemeente heeft om die transitie vorm te geven. Dat valt vies tegen, vooral onder het huidige recht. En ik ga daarom ook in op de instrumenten die andere overheden hebben. En die hebben vaak iets meer mogelijkheden. Eerst maar even heel kort die warmtetransitie. Ik vermoed haast dat het voor veel mensen hier gesneden koek is. Maar een aantal jaar geleden zagen wij de geboorte van het klimaatakkoord. En in het klimaatakkoord hebben overheden onderling afspraken gemaakt over hoe ze die energietransitie in gang gingen zetten. En om dat te realiseren hebben we de regionale energiestrategieën opgezet. En in die regionale energiestrategieën kunnen we ook een soort die warmtetransitie coördineren. En voor zover daar in die RES afspraken over gemaakt zijn, kunnen die afspraken landen op gemeenteniveau in de transitievisie warmte en vervolgens in het wijkuitvoeringsplan. Nou, als dat dan allemaal prachtig geconcretiseerd is door de gemeente en er blijkt dat daar bovengemeentelijke afstemmingsproblemen spelen, bijvoorbeeld omdat er een warmtebron is die door meer liefhebbers gebruikt zou kunnen worden, dan kan dat weer teruggevoerd worden in die RES. En dat is dan het forum om te gaan bakkeleien over wie die schaarse warmte zou moeten krijgen. Dus in die regionale energiestrategie en in de regionale structuurwarmte die daar deel van uitmaakt, is het de bedoeling dat overheden en maatschappelijke stakeholders gezamenlijk de verwachte en huidige warmtevraag
in kaart gaan brengen, juist. En dat zij een afwegingskader creëren voor de inzet van bovenregionale warmtebronnen. Dus dan kan je denken aan, we gaan een bron inzetten op die plekken waar de minste mogelijkheden zijn om andere goedkope energievormen te krijgen. Of waarin all-electric bijvoorbeeld geen optie is. Die gemeente neemt die uitkomst uit de rest mee terug naar het gemeenteniveau en neemt dat op in de transitievisie warmte. Dat is nog een globaal plan op gemeenteniveau en per wijk geven we dan de voorkeursrichting aan. Dat is nu nog een geheel vrijwillig instrument, maar de meeste gemeenten hebben dat wel. Het wordt verplicht na de inwerkingtreding van de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Waarover later iets meer. Maar niet heel veel meer, want hij is nog niet in werking getreden. Nog iets concreter wordt het wijkuitvoeringsplan, waarin een plan wordt geschetst voor een wijk met concrete keuzes voor een oplossing. En dat kan dan een warmtenet zijn voor die wijk. En dat warmtenet zou gevoed kunnen worden door warmte uit water. Nou, in dat wijkuitvoeringsplan staat ook wanneer die wijk dan van het gas afgaat. En dat betekent dat je ook echt op dat warmtenet aangewezen zult gaan zijn. En dan gaan we weer terug naar die rest. Kunnen we eventuele gemeenten of verschillende problemen daar oplossen. Nou, dat is best wel mooi uitgedacht en dat gaat allemaal ongetwijfeld geweldig werken als iedereen daar de goede governance en overleginstelling heeft. Maar juridisch is dit nog niet zo heel interessant, want dit is allemaal niet bindend en althans zeker niet bindend voor burgers. Dus daar moet nog wat bij en dat staat ook in dit klimaatakkoord. Die gemeenten hebben sturingsinstrumenten nodig om dat cirkels je ook echt te kunnen implementeren en die warmtetransitie een succes te maken. En daar hebben we een aantal wettelijke instrumenten voor. Ten eerste is dat de omgevingswet, maar die schiet misschien nog een beetje tekort. Dus daar komt een wijziging op. En die wijziging op de omgevingswet, dat is die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. En wat die gemeentelijke instrumenten warmtetransitie vooral doet, is het makkelijker maken voor gemeenten om mensen te dwingen om daadwerkelijk van dat gas af te gaan. Sommige mensen zeggen dat kan ook prima met de omgevingswet, maar daar moet je het wat meer in lezen. Het tweede nieuwe instrument is de wet collectieve warmtevoorziening. Dat is een herziening van de oude warmtewet. Ik ga dat zo op iets meer, in iets meer detail op in. En ook daar is er een regierol voorzien voor de gemeente die moet zorgen dat die collectieve warmtevoorziening ook daadwerkelijk van de grond komt binnen de gemeentegrenzen, waar dat wenselijk en nodig is. En tenslotte is er de energiewet die de gaswet gaat vervangen. En ook dat is relevant als je mensen van het gas wil afhelpen. Nou, die nieuwe wetgeving gaat dus de instrumenten bevatten die gemeenten nodig hebben om die warmtetransitie te realiseren. En die werken ook netjes samen. Dus het groene deel dat je daarboven ziet, dat is de omgevingswet. En dat gele spoor, dat is het spoor dat in de warmtewet is geregeld. En je ziet daar inderdaad heel veel instrumenten van de gemeente. Dus alleen één probleem met deze prachtige visie die in het klimaatakkoord geschetst is. En dat is dat die wetgeving niet zo van de grond komt. Hoewel dat inmiddels wel beter gaat. Hey, mijn scherm verandert ineens, maar ik hoop dat jullie het allemaal nog goed kunnen zien. En anders hoor ik het wel. De omgevingswet is er inmiddels. De wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie ligt nog op de plank. De wet collectieve warmtevoorziening zou in eerste instantie in werking treden op 1 juli 2024. Dat is duidelijk niet gelukt. Hij is vlak voor de vakantie in juni naar de Tweede Kamer gestuurd. En daar ligt hij nog steeds en dat debat moet nog gevoerd worden. De energiewet is ook naar de Kamer gestuurd, is aangenomen door de Tweede Kamer. Moet nog door de Eerste Kamer en dat zal wel lukken, maar ook die is er nog niet. En als die er wel is, moeten we dat ook nog implementeren en daarmee wennen hoe dat allemaal in de praktijk gaat. Dus op wetgevingsgebied lopen we eigenlijk best wel achter. Met de gemeente de instrumenten geven om dit allemaal te realiseren. Dat het globale plaatje, nu naar die concrete sturingsinstrumenten voor die inzet van warmte uit schaarse warmtebronnen. Bijvoorbeeld uit aquathermie. Nou, die wet collectieve warmtevoorziening die zou daar op dit moment al een heel belangrijke rol bij moeten spelen. Doet hij nog niet, maar gaat hij doen in de toekomst.
Een eerste versie van die wet werd interessant genoeg heel kritisch geanalyseerd door bijvoorbeeld de VNG. Want die zag daar eigenlijk heel weinig sturingsmogelijkheden in voor de gemeente. En vooral op de inzet van die bronnen. Dus je kunt wel een warmtebedrijf aanwijzen, maar en daarmee heb je nog niet verzekerd dat de schaarse warmte uit het Merwede-kanaal naar een plek gaat waar die goed gebruikt kan worden. Nou, misschien wel mede een beetje als reactie op die kritiek heeft minister Jet op een gegeven moment een wijziging aangebracht in dat wetsvoorstel. Namelijk dat eigendommen van warmtenetten voor in ieder geval meer dan de helft verplicht in publieke handen moet komen. Dus dat betekent dat we die commerciële partijen toch niet zo heel erg vertrouwen. En dat de overheid, en dat kan een gemeente zijn, maar dat hoeft niet. Want er zijn meer publieke handen, toch een dikkere vinger in de pap gaat hebben bij die warmtebedrijven. Nou, vlak voor de vakantie, ik zei het al, is dat wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De huidige warmtewet, ik ga er heel weinig over zeggen, alleen maar dat die eigenlijk een heel beperkt doel heeft. En dat is het beschermen van kleinverbruikers, warmteafnemers, huishoudens tegen machtsmisbruik van die warmtebedrijven. Die nieuwe warmtewet die heeft een veel bredere doelstelling, namelijk het in goede banen leiden van de warmtetransitie. De reikwijdte van die wet is veel groter. Die is van toepassing op alle afnemers van warmte. En er is daar een stevige regierol voor de gemeente voorzien om te zorgen dat die warmtetransitie ook echt van de grond komt. En daartoe stelt het college van BNW warmtekavels vast. En een warmtekavel, dat is een deel van het territorium van een gemeente, kan eventueel ook grensoverschrijdend zijn, maar dat laten we nu even zitten. Dus een deel van het territorium van een gemeente, waarvan de gemeente denkt, nou hier kan economisch levensvatbaar een warmtenet geëxploiteerd worden. En bij het vaststellen van dat warmtekavel kijken ze dus wat is de warmtevraag en zijn er eventueel ook warmtebronnen in de omgeving die dit warmtenet zouden kunnen voeden. Want als dat niet kan, dan heeft het niet zo heel veel zin om zo'n warmtekavel vast te stellen. En dat is eigenlijk ook meteen de hele sturing op de inzet van warmtebronnen die de gemeente heeft onder die wet collectieve warmtevoorziening. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Heb je zo'n kavel eenmaal vastgesteld, dan wordt er een warmtebedrijf aangewezen. Dat is in principe een geïntegreerd warmtebedrijf. Dus dat is verantwoordelijk voor zowel de levering als het transport van warmte. En zoals ik al zei, in de gewijzigde versie van die warmtewet, die nu dus aan de Tweede Kamer gestuurd is, een kavel kan alleen worden toegewezen aan een warmtebedrijf wanneer de infrastructuur voor meer dan de helft in publiek eigendom is. Dus dat kan de gemeente zijn. Maar het staat niet heel expliciet in de wet, maar wel heel expliciet meermalen in de memorie van toelichting. Het is echt de bedoeling dat de verantwoordelijkheid voor de inzet van bronnen ligt bij het geselecteerde warmtebedrijf. Dat is niet iets, heeft de wetgever verzonnen, of althans staat in de memorie van toelichting, want de wetgever heeft er nog niet alles over gezegd, die is nog bezig. Het is niet de bedoeling dat de gemeente gaat sturen op de inzet van die bronnen. Dat is de verantwoordelijkheid van het warmtebedrijf. En waarom is dat? Nou, dat warmtebedrijf wordt verantwoordelijk gehouden en daar zitten ook stevige verplichtingen aan. Om te zorgen dat die warmte daadwerkelijk bij eindgebruikers kan komen. En daar past ook bij, vindt de wetgever, dat zij beslissingen maken over welke bronnen er worden ingezet. Ja, private partijen kunnen wel meedoen met zo'n warmtebedrijf. Is dit een probleem? Misschien wel. Dat wordt ook wel erkend in die memorie van toelichting. Zij zeggen, om dit systeem te laten werken, moeten warmtebedrijven niet alleen maar rekening houden met hun eigen bedrijfseconomische belangen, maar ook met wat er buiten dat warmtekavel aan de hand is. En of een bron misschien daar ingezet zou moeten worden om daar een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening te realiseren. Nou, dat zou wel fijn zijn als je dat kon afdwingen, maar heeft de wetgever besloten of geconstateerd, dat lukt niet. Wij kunnen dat gewenste gedrag, en we snappen dat dat belangrijk is, dat die warmtebedrijven dat doen, kunnen we niet afdwingen. En de ACM kan dat ook niet afdwingen, dus ze hebben dat ook niet geprobeerd. Dus het is echt aan die warmtebedrijven en aan hun goodwill om rekening te houden met die belangen boven dat warmtekavel, volgens de warmtewet. Nou hebben wij in ons rapport nog gezegd, als je
een warmtebedrijf aanwijst, die krijgt zo'n kavel en dat warmtebedrijf moet vervolgens een kavelplan maken. En in dat kavelplan schetsen zij dan de infrastructuur die ze daar gaan inleggen en welke warmtebronnen ze willen gaan gebruiken. En in dat rapport hebben wij gezegd, nou ja, dan kun je best wel als gemeente vanuit jouw verantwoordelijkheid, want je hebt een instemmingsrecht op dat kavelplan, zeggen wij stemmen niet in met dat kavelplan als in dat kavelplan staat dat er een bron gebruikt gaat worden die elders heel hard nodig is. Want dat past bij die regierol van de gemeente. Maar wij baseerden ons toen op de vorige versie van de wet collectieve warmtevoorziening, want deze was toen nog niet openbaar. En nu staat in de memorie van toelichting toch wel heel expliciet dat dat echt niet de bedoeling is. En, dus dat is echt niet de bedoeling. Dus dat mag niet. Het is echt aan het warmtebedrijf. Gelukkig is dat inmiddels dan wel in meerderheid in publieke handen. Dus in die zin heeft de overheid wel wat mogelijkheden om hierop te sturen. Nou, maar het is dus niet de bedoeling dat een gemeenteraad hier regels over gaat maken of een college van BNW hier beleid op gaat maken. Dus dat is achterhaald door deze nieuwe versie van de WCW. Onder huidig recht kan er nog wel iets en dat recht wijzigt niet, dus dat kan straks misschien ook nog wel, met dien verstande dat dus in ieder geval niet de bedoeling is van de memorie van toelichting van de wet collectieve warmtevoorziening. Nou, onder het huidige recht, als je een collectieve warmtevoorziening van de grond wil krijgen in je gemeente, die eventueel ook gevoed wordt door aquathermie, dan kun je als gemeente daar verschillende rollen in kiezen. En de meest terughoudende rol is eigenlijk dat je andere partijen gaat faciliteren om dat te doen. En dat betekent dat jij bevoegd gezag bent voor het verlenen van de benodigde vergunningen, maar niet zo heel veel meer. Je kan het natuurlijk ook zelf doen, zelf een gemeentelijk warmtebedrijf oprichten en dan heb je heel veel mogelijkheden om te sturen. En die andere twee mogelijkheden zitten daar een beetje tussenin, maar wie daar meer over wil lezen, verwijs ik naar dat rapport. Want het gaat mij nu vooral om die faciliterende rol en of daar dan ook sturingsmogelijkheden in zitten. Als je het niet zelf gaat doen en je gaat niet privaatrechtelijk afspraken maken met partijen. Daar zit wel wat ruimte. En die ruimte zit voor Theo, warmte uit oppervlaktewater, vooral bij die watervergunning. Hoe zit dat dan? Als je warmte wil gaan onttrekken uit water, heb je daar waarschijnlijk een watervergunning voor nodig. Het zij om je systeem in het water te plaatsen, het zij omdat je de overblijvende koude wil lozen op dat oppervlaktewater. En daar heb je een vergunning voor nodig. En die vergunning is nog niet juridisch, maar in ieder geval uit de aard der zaak schaars. Want er zit niet onbeperkt warmtecapaciteit in een water. En dus op een gegeven moment dan moet het waterschap of Rijkswaterstaat of wie het bevoegd gezag is gaan zeggen, nou ja, het gaat niet meer als we nog meer water aan dit warmte aan dit water onttrekken. Dan komt de ecologische kwaliteit in gevaar. Dus dat kunnen wij niet doen. Dat betekent dat er een soort impliciet plafond zit aan dat aantal vergunningen. En nu voert het waterschap daar over het algemeen geen beleid op. Dus die gaan bij iedere aanvraag kijken, nou ja, god, kan dit in dit water op deze plek? Komt de ecologische kwaliteit niet in gevaar? Els gaat dadelijk ook nog uitleggen dat ook de veiligheid van dijken daar een rol bij kan spelen. En andere dingen die ruimte nodig hebben in dat water. Maar het is gaar. En het waterschap kijkt nu, als iemand een vergunning aanvraagt, kan dit? Zo ja, dan krijg je hem. Dus dat is een systeem van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En dat systeem is niet zo heel geniaal om mee te sturen. Maar als er sprake is van een schaarse vergunning, dan ben je naar huidig recht vrij om daarvoor je eigen verdelingsmechanismen te kiezen en te ontwikkelen. Er zit wel een caveat aan. Je kan dat alleen maar doen als dat systeem van schaarse vergunningen en de wijze waarop je dat verdeelt ook daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen waarvoor dat vergunningsstelsel in het leven is geroepen. Nou, bij de watervergunning is dat het beschermen van de waterkwaliteit, het realiseren van veiligheid en het beschermen van de maatschappelijke functie van water. En dat betekent dat als jij vergunningen verdeelt op zo'n manier dat je die drie criteria optimaliseert, dat dat op zich juridisch kan.
Nou, wat betekent dat nou? Dat betekent dat het waterschap zou denken, oké, hoe kan ik die vergunningen waarvan ik heb geconstateerd dat ze schaars zijn, zo goed mogelijk verdelen, zodat die maatschappelijke functie van het water zo goed mogelijk gerealiseerd wordt, zonder dat de ecologische kwaliteit in gevaar komt. En dan verwijs ik even terug naar een vorige webinar, dat iedereen kan terugkijken. Dat ging over het waterenergieplan. En in zo'n waterenergieplan kun je voor een oppervlakte water heel mooi aangeven. Als we hier de ecologische kwaliteit niet in gevaar willen brengen, dan kunnen we op deze positie zoveel warmte onttrekken. Op deze plek zoveel warmte onttrekken. En op deze plek zoveel warmte. En als je zo'n waterenergieplan hebt, dan kun je vervolgens als waterschap zeggen, dan gaan we alleen maar vergunningen verlenen voor de hoeveelheid warmte die in dat waterenergieplan staat en op de locaties die in dat waterenergieplan staan aangegeven. En dat kan omdat je door de vergunningen op die manier te verdelen zo goed mogelijk tegemoet komt aan die maatschappelijke functie van water, namelijk het creëren van energie, van warmte voor het verwarmen van de gebouwde omgeving. Terwijl je daarbij ook zo goed mogelijk die ecologische kwaliteit beschermt. Dus dat kan. Juridisch. Maar dat moet het waterschap wel willen. En in het rapport maken we dan een onderscheid tussen een waterenergieplan light. En daarin zeg je dus alleen maar op deze plek zoveel, op deze plek zoveel. En een soort waterenergieplan plus. En dat is de ultieme sturing. En daarbij zeg je op deze locatie zoveel. En dan graag ten behoeve van die woonflat, die daar over anderhalf jaar zal gaan verrijzen. Maar of dat kan, dat durven wij niet te beloven. En zeker met de nieuwe versie van de wet collectieve warmtevoorziening, durf ik dat nog minder te beloven, omdat daarin zo heel expliciet staat gemaakt dat dat echt niet de bedoeling is. Dus ik zou dat misschien nu nog minder adviseren dan toen. Maar in ieder geval, de kwantiteit en de locatie waar je warmte kunt onttrekken, daar kun je als waterschap op sturen. En welke partij die warmte krijgt, dat is juridisch iets ibeliger. Maar goed, als je wilt sturen, dan is dat volgens ons de enige manier waarop je dat zou kunnen realiseren. Heel kort voor Thea en Ted, want dat is niet zo heel anders. Je hebt dan een privaatrechtelijke toestemming nodig van de bronhouder. Als je uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie warmte wil halen. Ook dan moet het waterschap dat netjes doen. Dat wil zeggen dat ze objectieve criteria moeten instellen voor wie dan die warmte krijgt. En die objectieve criteria die zouden ze ook heel goed kunnen ontlenen aan zo'n waterenergieplan. En dus als je wil vaststellen wie krijgt de warmte, dan is het handig om zo'n ding te hebben. En de verschillende bevoegde partijen kunnen dat dan gebruiken om hun beslissingen te rechtvaardigen. Het drinkwaterbedrijf heeft iets meer speelruimte, maar ook daar is het heel fijn om zo'n waterenergieplan te hebben als ze daar aan willen meewerken. Zij moeten wel een marktconforme prijs rekenen voor warmte, maar die is waarschijnlijk nul. Want de wet collectieve warmtevoorziening vindt dat je restwarmte gratis ter beschikking moet stellen. Dus dat zal niet zo heel gauw een probleem zijn, vermoed ik. Conclusie, en dan gaat Els eindelijk vertellen hoe het in de praktijk gaat, dan wordt het juicier. Het plannen van dat brongebruik, dat kan wel. Daar zijn beleidsinstrumenten voor, namelijk de RES en de RSW, het warmteprogramma, het wijkuitvoeringsplan. En je kan dat meenemen bij de vaststelling van warmtekavels. Op papier is er een regierol bij de gemeente, maar die hebben eigenlijk nauwelijks bevoegdheden om echt te sturen op dat brongebruik. Maar, klein gelukje, de meeste warmtebedrijven zijn in publieke handen. Dus die zijn dan ook indirect betrokken bij die RES en die beleidscyclus. Hoopt de wetgever maar dat ze dat allemaal netjes gaan doen. En er is een beperkte sturingsmogelijkheid bij de bronhouder. Maar dat gaat dan vooral over waar wordt die warmte onttrokken en hoeveel warmte wordt er onttrokken. En is het lastiger om te sturen, welke partij gaat het dan gebruiken? Dan kijk ik even naar Lieke en dankjewel iedereen voor jullie aandacht. Of we meteen doorgaan naar Els of dat we een vragenmomentje doen. Maar ik zie in de chat nog niet. We gaan meteen door naar Els voor de gemeentelijke ervaringen. Helemaal goed. Helemaal goed. Even kijken, want dan ga ik hem nu overnemen. Ja,
Dan zijn we bij de slides van mij. Hoi, dit is Els van der Roest, ben ik. Ik werk als beleidsadviseur duurzame warmte en aquathermie bij de gemeente Utrecht. En ik ga inderdaad iets meer vertellen over, hoe werkt de informatie uit het rapport nou een beetje in de praktijk? Want in het rapport waren ook best wel veel casussen die werden daarin behandeld. In de provincie Utrecht, maar daarmee ook in de stad Utrecht. Dus daar ga ik wat meer over vertellen. En inderdaad, ik zag nog helemaal geen vragen in de chat. Dus doe dat vooral. Zeker ook voor Anoushka, want ik vond het een heel mooi verhaal. Maar ik kan me best voorstellen dat mensen ook denken, hoe zit dit dan zo? Dus nou, hopelijk later. Voor nu. In Utrecht ga ik jullie eerst even iets meer vertellen over hoe wij omgaan, zeg maar, met de, of hoe de warmtevoorziening er nu uitziet. We hebben ongeveer 160.000 woningen en we verwachten behoorlijk te groeien in de stad. En op dit moment zit ongeveer een kwart van de woningen op het warmtenet aangesloten. Het warmtenet wat we al hebben. En dat, delen daarvan zijn 100 jaar oud. Dat is ook altijd interessant. En de vraag is dus een beetje, wat gaan we met de rest dan allemaal nog doen? Dan moeten we ook gaan nadenken toch wel over welke bronnen hebben we eigenlijk beschikbaar om onze warmtevoorziening te verduurzamen. Al kunnen we er inderdaad, zoals Anoushka het mooi zei, niet heel erg op sturen, willen we het wel een inventarisatie hebben van wat is er eigenlijk allemaal. Nou, dit plaatje dit geeft een beetje aan op de onderste as hoe hoog de zekerheid van een bepaalde warmtebron is bij ons in de stad dus. En op de y-as zie je de inschatting van de kosten. En de grootte van het bolletje geeft aan hoe groot de potentie is. En hier zie je de potentie, of wat we nodig hebben in Utrecht. Dus op zich denk je, dit moet goed komen. Maar we hebben ook wel wat nieuwe inzichten. Eerst even iets over dit bolletje. Afvalwater, Thea dus eigenlijk. We hebben laatst anderhalve week terug de grootste warmtepomp van Nederland geopend op de rioolwaterzuivering in Utrecht. Door Eneco en het waterschap. Ontzettend blij mee dat dat gelukt is. 27 megawatt is echt veel en daar kunnen we wat mee. Maar daarmee zijn we er dus echt nog niet. Andere bronnen, we zijn erachter gekomen dat de potentie voor geothermie daar sowieso minder is dan we eerst dachten. En het is ook nog maar de vraag of dat er echt gaat komen. Oppervlaktewater, dan hebben we het over Theo. Daar hebben we ook een soort extra inschatting gemaakt. En je ziet dat grote bolletje, dat was dus eerst. En dat kleine bolletje is nu meer de technische potentie. Dus we hebben het idee van, er is toch echt wel minder dan we dachten. En voor lucht geldt dus dat een beetje een nieuw toegevoegde bron is. Omdat Eneco ook zich aan het beraden is op het plaatsen van vrij grote luchtwarmtepompen in de stad om het warmtenet te voeden. Dus dit geeft een beetje een overzicht van de bronnen waar wij mee bezig zijn. En welke rol speelt Theo daar dan bij? Wij zijn wel een stad met veel water. We hebben natuurlijk verschillende kanalen die door onze stad lopen. Het Amsterdam-Rijnkanaal, het Merwedekanaal, de Kromme Rijn komt uiteindelijk uit in de Oude Gracht. En de Vecht en wat kleinere plassen en watertjes. Dus het is zeker een bron waar we veel potentie zien. En onze visie op aquathermie op dit moment is, we zien het wel echt als een belangrijke bron. En voor de mensen die van cijfers houden, verwachten nu 1,6 petajoule aan potentie. En dan ook nog afvalwaterzuivering, dus die is nu gerealiseerd. En samen is dat dan ongeveer 25% van de huidige warmtevraag in Utrecht. En we zien het wel echt als een bron die zeer geschikt is voor nieuwbouw, als bron voor regeneratie van WKO-systemen. Dus daar zetten we dan ook wel echt op in. Daarover later wat meer. Het zou ook mogelijk kunnen zijn bij bestaande bouw, maar het is natuurlijk wel een lage temperatuurbron. Dus dan zul je hem moeten opwaarderen of de huizen behoorlijk isoleren. Daar is ook nog niet het laatste over gezegd. En directe toepassing in een warmtenet zou dus ook kunnen. Zoals dus nu gebeurd is met de warmtepomp op de rioolwaterzuivering, want die voedt in uiteindelijk op 75 graden in het huidige stadswarmtenet. En Eneco is ook aan het nadenken over een plek langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daar dus nu even iets over. Want dit geeft een beetje aan waar op dit moment een beetje de grotere projecten spelen als het om aquathermie gaat. Ik heb geloof ik ook een lasertje. Ja. De Merwedekanaalzone, daar ga ik straks verder op in. Dat is een project waar nu een vergunning voor is. Hier hebben we de rioolwaterzuivering dus. En verder zie je, dit is het Merwedekanaal. Daar is dan nu een installatie. Maar aan het Amsterdam-Rijnkanaal spelen momenteel drie initiatieven. Eentje is een nieuwbouwwijk.
echt een vrij grote gebiedsontwikkeling. Eneco die is dus aan het kijken van zou het misschien mogelijk zijn om ook iets te doen met Theo op het stadswarmtenet. Op de plek waar nu ook al hun gasinstallaties staan, de STEG. En de wijk Ogenal, daar is een bewonersinitiatief dat ook heel graag gebruik zou willen maken van aquatermie. Dit is dan alleen in Utrecht. In Nieuwegein speelt ook het een en ander en meer bovenstrooms ook nog wel. Dus dit geeft een beetje een beeld. En ja, dan om even in te gaan op de Merwede kanaalzone. Want daar is, dat is denk ik een mooie casus om even te vertellen hoe dat dan gaat met zo'n vergunning. En ja, wat we hier eigenlijk willen. Want hier is ook een grootschalige gebiedsontwikkeling. 6000 woningen. Ja, echt inbreiding in de stad. En daar willen we een zeer laag temperatuurnet, een bronnet, op basis van aquatermie, tenminste aquatermie voor de regeneratie en gekoppeld aan een WKO. En we hebben hiervoor gekozen om als gemeente die vergunning aan te vragen, zodat we die uiteindelijk ook aan degene die het warmtesysteem gaat beheren en bouwen, in dit geval Essent, dat die al verzekerd is van die vergunning. En daarmee heb je natuurlijk ook iets meer mogelijkheid om te sturen op het gebruik van die aquatermie. Maar goed, dit hele proces loopt al even. Ja, er is natuurlijk wel een ontwerp gemaakt van wat moet het debiet worden van die installatie. En het is ook goed om te weten dat het debiet van die installatie verwachting is dat dat hoger is dan worst case het laagste debiet zeg maar in het kanaal zelf. En in 2021 is het hele proces begonnen van een vergunningsaanvraag. En 1 maart dit jaar is die afgegeven. Ja, dat heeft dus 3 jaar geduurd. En dat is ook omdat we allemaal nog heel erg zoekende zijn in hoe dit in zijn werk gaat. De delta T van deze installatie overigens is maximaal 6 graden. En in mei maar 2 graden. En het is denk ik ja, toch wel belangrijk om te vermelden dat je echt heel goed moet samenwerken. En eigenlijk hoor ik dat ook een beetje in het verhaal van Anoushka. Als ze willen kunnen sturen met elkaar, dan moet je als gemeente en als waterschap echt samenwerken. Want nou ja, in je eentje ga je er gewoon niet komen. Nou, dat hebben we hier ook gedaan, maar dat had wel dus wat voeten in de aarde. Maar goed, de vergunning is er nu en we kunnen volgende stappen gaan zetten. En dan eventjes, wat staat hier eigenlijk over in het rapport? Want deze casus stond ook in het rapport. En hier stond eigenlijk voor het Merwede-kanaal. Maak een waterenergieplan, zodat vastgesteld kan worden op welke plekken en hoeveel warmte kan worden onttrokken. En nou ja, de plusversie, dus misschien ook wel door wie. Maar wat hebben we nou eigenlijk gezien? Ja, in de praktijk kwamen we eerst al bij de handreiking die er eigenlijk is voor de vergunbaarheid van Theo-systemen. En begon het al met, oh, de ene installatie die we nu zouden willen, die is hoger dan 10% van het maatgevend gebied in het kanaal. Dus dat werd een maatwerkbeoordeling door het waterschap. En Rijkswaterstaat samen overigens, niet te vergeten. Dus dat was al best wel spannend. Nou, dat is wel gelukt. Dus die vergunning is er. En er moeten zelfs al wel wat vereffeningsmaatregelen worden getroffen. En er staat ook een mogelijkheid in de vergunning om eventueel zelfs het systeem uit te zetten, mochten de effecten die optreden, onvoorzien toch te groot zijn. Kortom, ja, dit was geen sinecure, zeg maar, om dit systeem voor elkaar te krijgen. En ja, daardoor ligt de focus nu voorlopig ook echt heel erg bij monitoring. Die effecten die er misschien zouden kunnen optreden die negatief of misschien zelfs ook positief kunnen zijn, hè, voor de waterkwaliteit. We willen dat eerst echt beter begrijpen, de invloed van zo'n grote installatie op een kanaal als het Merwede-kanaal. En pas daarna is er weer ruimte om te kijken, kunnen we nog een ander systeem vergunnen? Dus de technische potentie van het water, ja, er is nog wel in warmte zou je kunnen zeggen potentie. Maar vanuit de ecologie gezien is dat gewoon nu echt niet het geval. Dus zaten wij wel van, goh, ja, heeft het hier nou nog zin om aan een waterenergieplan te werken? En eigenlijk hebben we met elkaar geconcludeerd, dat heeft nu weinig toegevoegde waarde. Nu dit ene systeem vergund is, is er ecologisch gezien zeg maar voorlopig echt geen ruimte voor meer systemen op deze plek. Dus kiezen we er nu voor om dat niet te doen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, wie het eerst komt, die het eerst maalt principe, is hier eigenlijk gewoon nu toegepast op de eerste vergunning. Ik denk op zich niet dat dat een verkeerde beslissing is hier. Ik denk dat de bron dus wel echt heel erg past bij de ontwikkeling in het Merwede-kanaal.
Dus dat is één voorbeeld. Nou, dan even nog iets over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ik liet net al zien dat er best wel wat projecten zijn. Ook hier is de technische potentie eigenlijk best wel groot. Nou, geografisch is dan ook nog een keer naar gekeken van waar zit dan eigenlijk de warmtevraag. Hè? En dan zie je al dat er behoorlijk wat afgaat. Niet overal langs het Amsterdam-Rijnkanaal liggen woonwijken. Maar de potentie is, zou je kunnen zeggen, ontzettend groot. Geografisch gezien is die nog steeds groter dan we in Utrecht in totaal nodig zouden hebben voor al onze woningen. Ik heb in maart samen met gemeente Stichting Vecht een bijeenkomst georganiseerd waar we ook hebben gekeken wat speelt er eigenlijk allemaal al. Dus dat was echt die, nou ja, die bovengemeentelijke afstemming, zeg maar. Vanuit onze RES is er ook een warmtetafel waarop we ook echt de gelegenheid hebben om dat met elkaar te doen. Dus dat is heel mooi. Ik hoop en verwacht dat dat bij meer RES-regio's zo is. En we kwamen er toen achter, toen we de projecten op een rijtje gingen zetten, dat er wel iets van 5 installaties op een afstand van 6,5 kilometer zitten. En niet kleintjes, maar echt best wel groot is voor een hele woonwijk of voor ja, een groot deel van Nieuwegein voor het warmtenet bijvoorbeeld. En niks is echt al extreem concreet, maar dit is wel veel. En je verwacht hierbij wel dat er enige interferentie op zal treden. Dus misschien lichte afkoeling van het water. Nou, dus hierover zijn we natuurlijk nu ook gewoon met Rijkswaterstaat in gesprek. Maar wat zou dit nou betekenen? Ja, dat is samen voor al die installaties ongeveer 10% van het gemiddelde gebied van het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan denk je, nou oké, dit lijkt goed te komen. Dus ecologisch zien we niet heel erg problemen op dit moment. Hè, dat is natuurlijk moet nog verder onderzocht worden op het moment dat er echt een heel concreet initiatief is. Maar dit is wel samen met Rijkswaterstaat nu de verwachting. Alleen, ja, wat zegt het rapport hier dan eigenlijk over? Het rapport zegt, dit is een bovenregionale warmtebron. Ja, dus maak daar afspraken over. En een waterenergieplan zou ook heel goed kunnen. En goed, en daarna ga je de hele trits van andere documenten in die Anoushka ook al benoemde. En wij zeggen hier van, nou, we hebben dus die initiatieven in beeld gebracht. En ecologie is een minder groot aandachtspunt. Maar in gesprek met Rijkswaterstaat kwam wel naar voren dat er heel veel andere aandachtspunten kunnen zijn. Anders dan ecologie, die toch het heel moeilijk zullen maken om zoveel installaties op een korte afstand van elkaar te plaatsen. Ja, en nou, dat gaat dan bijvoorbeeld om, oh, eentje terug nog even, de waterkerende werking van het kanaal bijvoorbeeld. Niet te veel gaten in damwanden, alsjeblieft, zeggen ze dan. En ook de scheepvaart is natuurlijk wel echt een factor om rekening mee te houden. Maar het kan nog veel verder gaan ook van wat gebeurt er met de bomen in de dijk als je daar een leiding onder doorlegt. Kortom, veel aandachtspunten die we nog verder gaan onderzoeken. En misschien ja, gaat het toch aanleiding geven tot een waterenergieplan. En het is dus ook even goed om te benoemen dat wij de lijst met initiatieven echt actief proberen bij te houden vanuit de RES-regio. En dat we dat dus bespreken op de warmtetafel van bij ons dan de RES-U16. En voor het Amsterdam-Rijnkanaal, maar ook voor andere wateren waar dat speelt. Nou, dit vertelde ik net. Ja, we overwegen dus mogelijk wel om iets van een waterenergieplan te gaan maken. En dat wordt nog vervolgd. Dus hier volgen we eigenlijk het advies uit het rapport best wel op. En tenslotte wilde ik nog één andere casus even toelichten. Die staat niet in het rapport. Vergeet ik nou nog een punt? Ja. Dat is de EO uit de Kromme Rijn. Dat is het andere water eigenlijk bij nou, dit zowel door de gemeente Utrecht stroomt als door andere gemeentes. Bunnik en Wijk bij Duurstede. Dus ook hier zijn we vanuit de RES eigenlijk met elkaar in gesprek van goh, wat zijn onze plannen eigenlijk op het gebied van aquathermie bij de Kromme Rijn? En daar betrekken we natuurlijk ook meteen weer het waterschap bij. Ja, het loopt dus van Wijk bij Duurstede tot Utrecht. En ja, het kanaal, of de Kromme Rijn rivier, sorry, heeft een hoge natuurwaarde. En dat is echt wel een factor om rekening mee te houden dus. We hebben momenteel nog geen lopende projecten, maar wel veel plannen. En sommige gemeenten zeggen ook, ja, ik zie eigenlijk aquathermie als de enige echte bron die we hier hebben. Vanuit het waterschap is ons hier verteld dat eigenlijk alle TO-systemen samen tot 10% van het debiet mogen gaan. En dat je anders bij een maatwerkbeoordeling komt. Dus niet per systeem 10% van het debiet, maar samen opgeteld. Nou,
Over de uitvoerbaarheid en dergelijke, hiervan moeten we het nog verder hebben. Maar dit is wel wat er tot nu toe uit onze bespreking is gekomen. En dat zou betekenen dat we maximaal 4 systemen zouden kunnen plaatsen, ongeveer. Ja, dus kunnen we ons best wel weer voorstellen dat ook hier een waterenergieplan een nuttige tool zou kunnen zijn om dit dan ook zo te verdelen dat niet een bepaalde gemeente buiten de boot valt. Dus, samenvattend, hoe speelt schaarste nou eigenlijk voor ja, de warmtebronnen uit water in Utrecht? Voor het Merwede-kanaal zeggen we nu eigenlijk, ja, ecologie is hier de beperkende factor voor schaarste. Theo is dus wel mogelijk gemaakt met een maatwerkvergunning. En eigenlijk hebben we hier de wie het eerst komt, wie het eerst maalt, min of meer toegepast. Waardoor er voorlopig geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe systemen in het kanaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier is de ecologie waarschijnlijk niet beperkend, maar zijn er wel andere mogelijke factoren die toch kunnen zorgen voor dat je een bepaalde schaarste moet verdelen. En die schaarste zit er nog meer in hoeveel gaten worden er toegestaan langs het kanaal voor een Theo-installatie. En hier is nog wel ruimte om een waterenergieplan te maken. En denken we dat het vooral praktisch is als initiatieven best wel dicht bij elkaar liggen, om dat wat beter aan te wijzen. En tenslotte dan nog de Kromme Rijn. Nou, hier is opnieuw ecologie wel weer de beperkende factor, verwachten we nu. En is de richtlijn vanuit waterschap eigenlijk strenger dan uit de handreiking voor Theo-installaties. En dus ook hier is afstemming nodig en zou het kunnen dat we richting een waterenergieplan gaan bewegen. Dan tenslotte nog even, want nou, we hoorden ook van Anoushka dat eigenlijk de bronhouder dan soort van in charge is om zoiets op te gaan stellen. En we merken wel dat ja, dat toch niet helemaal door het waterschap vaak als de rol van het waterschap wordt gezien. Dus nou ja, net als ik aan het begin zei, hierbij is het dus heel belangrijk om samen op te trekken. Als gemeente heb je wel een belang en ja, je kan dit ook gewoon samen doen. Zowel vanuit de restregio als samen met het waterschap kun je wel gaan trekken aan nou ja, het moet er komen. En dat dan waarschijnlijk uiteindelijk wordt uitgegeven vanuit het waterschap is natuurlijk prima. Maar je moet het denk ik niet helemaal alleen aan het waterschap overlaten, omdat je zelf ook gewoon een belang hebt. Dus, dat was het verhaal wat ik aan jullie wilde vertellen. Volgens mij hebben we nog best wel ruimte voor vragen nu. Er is zeker ruimte voor vragen. Dan Els, allereerst even een vraag aan jou. Is er in een van de casussen binnen de gemeente Utrecht ook sprake van koude behoeften? Die is er waarschijnlijk wel, maar houden jullie daar ook rekening mee in de uitwerking van plannen? Ja, nou, er is sowieso al een systeem in het Merwede-kanaal zelfs. Die heb ik niet eens vermeld, maar dat is het casino en die loost die loost warmte, dus die heeft een koude behoefte. Ja. Dus ja, dat is er zeker. Eerlijk gezegd verwachten we zeg maar voor de wateren zeg maar echt in de stad eerder dat we aan systemen gaan werken waarbij er een warmtelozing zal zijn dan een koude lozing. Ja. De schaarste van koude zien jullie op dit moment nog niet direct om de hoek komen. Nee, eigenlijk andersom ook nog te kijken, mochten de ontwikkelingen in de Merwede-kanaalzones verder gaan, hè, dan zou je zelfs kunnen denken, oh, dat casino ligt helemaal aan de zuidkant ervan. Op een gegeven moment dan gaat hij niet meer vergunning krijgen om zijn warmte te lozen, maar moet hij die warmte gewoon direct leveren aan de woonwijk. Dus ik denk dat je op die manier meer moet gaan nadenken. Als iemand koude behoefte heeft, goh, is er dan geen ruimte om dat op een slimmere manier uit te koppelen? Dan behoefteloos op het oppervlaktewater. Mooi, goed nagedacht. En dan ook, hoe ervaren jullie als gemeente de samenwerking met marktpartijen? Ook natuurlijk wat er allemaal speelt en het publiek meerderheidsbelang. Dat is ook een vraag in de chat. Hoe zien jullie dat? Voor de initiatieven die ik nu heb toegelicht, zeg maar, als het over de Merwede Kanaalzone gaat, is natuurlijk een nieuwbouwinitiatief. Waarbij we dus een bedrijf wil hebben wat het systeem aan gaat leggen. Dat gaat op dit moment gewoon verder goed. En eigenlijk is netcongestie daar op dit moment een veel groter struikelblok dan aquatomie, zeg maar, en het warmtesysteem. Dat daarover. En dan het publiek meerderheidsbelang. Ja, dat is denk ik iets waar we als gemeente allemaal mee worstelen nu. En de warmtebedrijven natuurlijk ook. Het moet zich nog gaan uitwijzen.
is denk ik wat ik daar echt over kan zeggen. En we kijken natuurlijk wel als gemeente naar welke rol zouden wij zelf kunnen nemen als de warmtebedrijven publiek moeten worden. En ik denk dat de meeste mensen hier ook wel hebben meegekregen dat eigenlijk alle grote warmtenetprojecten in Nederland op dit moment eigenlijk stil liggen. En dat heeft zeker ook te maken met de wetgeving die eraan zit te komen. En dat warmtebedrijven natuurlijk ook wel zien van welke kant gaat dit nou op? En ga ik nou nog heel veel investeren als ik toch niet meer de eigenaar of de meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf kan zijn? En daarnaast speelt natuurlijk een grote factor rondom de betaalbaarheid. En dat is echt iets wat op een hoger niveau opgelost zal moeten worden. Daar kan ik ook heel veel over zeggen, maar ik weet niet of dat nu hier dit helemaal de plek voor is. Maar ik denk, het komt er een beetje op neer dat ik denk dat we nog niet helemaal geaccepteerd hebben dat de warmtransitie uiteindelijk echt wel gewoon geld gaat kosten. En dat het niet helemaal realistisch is om te denken dat alles net zo goedkoop of goedkoper gaat zijn dan met aardgas. Aardgas is gewoon best wel goedkoop nog. Willen we er vanaf? Ja, precies. We moeten er vanaf. Waar Aquatimie een mooie oplossing is. Anoushka, een vraag aan jou. Is het aanwijzen van een warmtekavel hetzelfde als het warmteprogramma wat de gemeente gaat opstellen in het kader van de WCW? Nee. Het warmteprogramma is een planningsinstrument en een ruimtelijk instrument. En dat warmtekavel is eigenlijk de eerste stap in de marktordeningspoot die in de WCW zit. Dus het idee van het warmtekavel is, dit is een stukje waar je succesvol een warmtenet kan exploiteren. En als je eenmaal zo'n stukje hebt vastgesteld, dan ga je voor dat warmtekavel een warmtebedrijf aanwijzen. En dat warmtebedrijf krijgt daar een exclusief recht om warmte te leveren en te transporteren in dat kavel. Dus het is echt een marktordeningsinstrument, dat warmtekavel. Ja. En stel je voor, er wordt dan Aquatimie toegekend aan een kavel als oplossing. Is er dan ook een bestuurlijke rol voor de waterschappen mogelijk? Ik weet niet of de vraagsteller die vraag heeft gesteld wil toelichten. Maar in principe aan een warmtekavel ken je dus geen Aquatimie als oplossing toe. Ja. Je zegt alleen maar hier kan een warmtebedrijf iets gaan exploiteren. En dat warmtebedrijf kiest vervolgens of het Aquatimie wil inzetten of iets anders. En daar kun je wel ideeën over hebben en die kunnen in je warmteprogramma staan. Maar daar is dat warmtebedrijf vervolgens niet aan gebonden. Ja, dus de samenwerking is echt van belang. En dat je eigenlijk samenwerkt naar de beste oplossing qua vraag en aanbod. Dan nog een vraag aan jou, Anoushka. Kunnen we het waterenergieplan ook inzetten om de verbetering van de waterkwaliteit integraal mee te nemen? Ja, want het waterenergieplan is een buitenwettelijk instrument. Het is gewoon een plan dat je maakt. Dus je kunt daar alles inzetten wat je wil en alle prachtige ambities integraal met elkaar laten versterken. De vervolgvraag is dan natuurlijk of je dat verbeteren van de waterkwaliteit ook kunt meenemen bij de vergunningverlening in een individueel geval. En uit de losse pols ga ik zeggen, ja, dat kan wel, maar ik moet daar ook nog even over nadenken. Dus goed, komen we later op terug dan. Maar misschien kan ik daar kort op aanvullen. Want we hebben natuurlijk wel, als het vanuit ecologie gewoon noodzakelijk is, dan kun je dat dus wel eisen. In de vergunning in het Merwedekanaal staat opgenomen dat er 75 vierkante meter aan vereffeningsmaatregelen ten behoeve van de ecologie moet worden gerealiseerd. Dus, nee, ik had hem geïnterpreteerd dat het over de positieve effecten van koude lozing ging. Oh ja, nee, dan weet ik het niet. Nee. Dan, Anoushka, kwam er volgens mij nog een vraag op in het stuk wat jij presenteerde. Hoorde ik juist dat restwarmte nul waarde heeft en blijft dat zo? Nou, heeft niet, volgens mij. Want volgens mij zijn er wel contracten waarin restwarmte daadwerkelijk gekocht wordt. Maar als de wet collectieve warmtevoorziening, zoals die er nu ligt, wordt aangenomen, dan staat daar nog steeds een ophaalrecht in voor restwarmte. En dat wordt je verplicht om te leveren aan een aangewezen warmtebedrijf, als het daarom verzoekt. En dat moet jou wel de kosten vergoeden die je daardoor maakt, maar het hoeft verder niet een prijs te betalen voor de restwarmte. Dus dan is de waarde van die restwarmte op nul gesteld door de wetgever. Ja. Maar alles onder voorbehoud, hè, want die wet is nog niet aangenomen. Precies. Is er al een prognose wanneer die wel is aangenomen?
Nee. Durf jij dat te zeggen? Nee. Nee, ja, misschien dat die ergens dit jaar nog besproken wordt. Maar ik weet ook niet precies hoe politiek gevoelig het gaat zijn. Misschien wel best wel. Omdat er inderdaad best wel een soort schok door warmteland is gegaan. Door die, dat meerderheidsbelang voor overheden. Dus ja, misschien wordt er nog van alles gelobbyd en zo. Ik kan het niet zo goed inschatten. Maar ik denk niet dat die er in 2025 al is. Els, dan heb ik nog een vraag aan jou. Je hebt meerdere keren ook benoemd van nou ja, de doorvoer en door een damwand of wat dan ook. Dan is hier een vraag, is er een algemeen beeld over hoe aannemelijk het is om een dijkdoorvoering te maken voor een TEO-net? Is het uitdagend om daar toestemming voor te krijgen? Heb je daar als gemeente toevallig ervaring mee? Nee, ik weet ook niet precies wat met een dijkdoorvoering wordt bedoeld. Ik weet wel, ik weet vanuit onze res dat de wijkbeduursteden ligt natuurlijk ook aan de lek. En dat ze wel denken, oeh, de lekdijk, daar gaan we toch maar geen aquatermie-systeem in aanleggen. Dus ik weet niet, ik denk dat de vraag een beetje daarover gaat. Maar met dijken moet je echt heel voorzichtig zijn. Dat is wat ik weet. Ja, in ieder geval wat je ermee krijgt vanuit het waterschap waar jij bij betrokken bent. Ja. Dat is wel het algemene beeld, inderdaad, dat met dijken heel voorzichtig moet worden omgegaan. Dus nou ja, dat wordt altijd maatwerk, oplossingen en kijken wat er mogelijk is in ieder geval. Anoushka, dan nog een vraag aan jou. Mag een waterschap energiecriteria meenemen in de onderbouwing van het plafond bij vergunningverlening, zolang het bijdraagt aan de doelstellingen van het vergunningsstelsel? Misschien mag ik Asma wel om een klein beetje verduidelijking vragen. Natuurlijk. Wat voor energiecriteria dat dan zijn? Dan ga ik even kijken. Asma, ik probeer jouw microfoon even aan te zetten. Het zou fijn zijn als je even toelichting kan geven op jouw vraag. Ja, het is gelukt. Super. Ja, op dit moment kan een waterschap een vergunning weigeren, alleen op basis van waterkwaliteit, kwantiteit of veiligheid. Dus je sprak van een plafond bij schaarsterecht. Dus ik vroeg me af of je ook energie schaarste kon meenemen in het plafond. Ja, hebben we wel opgeschreven in het rapport. Dat kan wel. Maar dan moet je uitdrukkelijk in je beheersplan energievoorziening als functie aan dat water toekennen. En dan kun je het weigeren omdat de maatschappelijke functie van het water in gevaar komt. Dan zeg je, nou, dit gebied reserveren we voor aquathermie. En dan kun je daar dus niet iets anders gaan doen. Oké, maar het hoofddoel moet wel een waterbelang zijn, toch? Ja, dat klopt. Maar de waterwet, ik weet nu even niet uit mijn hoofd waar het in de omgevingswet staat, want daar zit ik nog niet diep genoeg in. Heb je drie criteria, de veiligheid, de waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van water. En die laatste die is iets exotischer, daar weigeren we niet zo vaak om, maar dat kan wel. Dus je kunt ook een watervergunning weigeren, inderdaad wat Els al zei, omdat de scheepvaart dan er last van krijgt. En dan moet je dat water hebben aangewezen als bestemd voor scheepvaart. Nou, dat zou je ook kunnen doen met bestemd voor energie. Oké. Okay. Is het antwoord? Ja, oké, okay, super. Fijn dat het duidelijk is. Dan is er nog een vraag gesteld van, is het debiet de enige ecologische bepalende factor voor huidige uitvoeringen? Dan bedoel ik, denk ik even dat dat wordt bedoeld voor aquatermie-installaties. En dat antwoord is nee. Er zijn zeker meer criteria die staan ook in het beoordelingscriterium voor TEO-systemen. Daarin staat in ieder geval meer toegelicht. Ik denk dat dat specifiek hier wordt bedoeld. Dus kijk daar vooral ook naar. En dan zijn we eigenlijk door de vragen heen die in de chat gesteld zijn. Dan bedank ik iedereen voor het bijwonen van het webinar en uiteraard ook de presentatoren. En dan hopelijk tot de volgende keer, wanneer we weer met een nieuw aquatermie onderwerp komen voor een webinar. Nog een fijne middag allemaal. Doeg! Oké, fijne middag.